wat vooraf ging. Welkom terug, trouwe kijkers, of mag ik zeggen trouwe fans. Welkom terug bij mijn YouTube-kanaal, de volgende vlog. En uiteraard welkom nieuwelingen die mijn vlog of YouTube-kanaal gevonden hebben. Wat heb ik staan voor de komende dagen? Nou, zie je het, hè? Porsche Panamera Turbo S met gigantische grote remklauwen. Ongeveer zo groot, met keramische schijven. Wat een lel. Maar goed, in een donkergrijze kleur, metallic kleur, die ik mag voorzien van IGL Coatings Quartz. Een 24 maanden duurzame keramische coating. De auto heb ik inmiddels gewassen. Is nog nat en die ga ik lekker droog maken. Deursponningen even uitnemen, droog maken. Interieur hoef ik eigenlijk niks aan te doen, behalve dat ik even netjes als service even de wagen even uit stof zuig en de raampjes aan de binnenkant doe. En dan gaan ook nog de velgen in de coating. En dan is eigenlijk wel weer het projectje ten einde ten opzichte van de werkzaamheden die ik dien uit te voeren. De wagen heeft 78.000 kilometer gelopen. Kan wel een kleine lichte polijstbeurt gebruiken, want de lak op zich is netjes schoon. Dus het is een kwestie van even de lak even een boost geven en dan morgen ontvetten en de coating plaatsen in twee laagjes. En dan daarna nog een laagje premier eroverheen. Goed, tot zover. Ik ga even de deursponningen uitnemen, even stofzuigen. En dan zeg ik, vind je het leuk om de vlog weer te bekijken, te volgen of whatever. Onder het genot van een kopje koffie, een biertje, een wijntje, een bakje popcorn of een zakje chips. Be my guest. Ik ga mijn spullen bij elkaar zoeken en dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. De Panamera, inmiddels droog gemaakt, deursporing afgenomen, lak droog gemaakt. En nu ga ik hem nog even nalopen met een anti-kalk. Om de laatste restantjes, kalkvlekjes eruit te halen. En dan ga ik beginnen met een één-stap polijst. Ik heb deze Panamera type qua leeftijd of bouwjaar en vorm nog niet eerder gehad. En ik ben nu tot de conclusie gekomen dat ik de hele Panamera niet van de grond af kan tillen, omdat de steunpunten buiten mijn brug liggen. Dus het wordt ouderwets op de knietjes weer polijsten. Helaas, het zij zo. Het is niet anders. Ik kan het niet mooier of anders of beter maken als dat de situatie is. En buiten de brug werken met verlengstukken gaat hem absoluut niet worden. Dus dat wordt weer ouderwets op de knietjes. Ja, dat is een leuke uitdaging. Nou ja, uitdaging, ik bedoel oefeningbaar kunst. En ik heb natuurlijk in het beginjaar natuurlijk heel veel alles op de knietjes gedaan. Dus dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Maar ja goed, kijk, het mooiste en het handigste en prettigste, ook voor de knieën, wil ik als je op kan staan. Helaas. Maar goed, dat wordt dus kussentjes onder de knieën en mijn werk doen. Ik ga nu even met de anti-kalk aan de slag. En dan pak ik daarna mijn spullen voor het polijstwerk. Ik denk gewoon in één stap. Dat op zich is dat heel fair. Als ik dat zo voel en zie. Echter, ik zag alleen op de bumper achter een witte vlek. Daar zijn ze een beetje te grof met polijsten geweest. Het lijkt dat het een beetje, de lak een beetje verbrand is. Maar ik ga even kijken wat ik daarmee mee aan kan. Maar goed, een goede polijst eroverheen, dan kun je alweer een hele boost geven en glans terughalen.
Zo, één stap. Een finishing step. Zo'n een heel klein krasje hier in de lak. Even uitgepolijst met een compound. Dit is nou typisch jammer dat ik zeg van niet elke Porsche dealer, leverancier gaat even netjes om met afleveren van auto's. Kijk, die zit hier gewoon zware lakschade in van het trachten weg te poetsen van krassen. En dit is gewoon niet netjes afgewerkt. Kijk eens wat een hologrammen erin zitten. Hier, kijk, daar komt die. Zie je aan de buitenkant, boven. Tot aan... En dan hou even mijn zonnetje van de lamp in de gaten tot deze rand aan toe. Die waar ik nu deze, kijk, daar zie je een hele scherpe, ik zou bijna zeggen dat ze daar bijna door de lak heen zijn. Goed, eens even kijken hoe ver ik dat nog strak kan krijgen. Niet nodig dit. Zo, even van een andere hoek af. Kijk, hier zie je... Kijk, al die krassen, die hologrammen, dus die zonnestraaltjes, zoals ik dat dan altijd noem. Met heel fijn spinnerag van gewoon verkeerd uitpoetsen of te hard. Kijk, hier zie je een bepaalde eindiging van de vlek. Hier, kijk, hier zit die. En die loopt dan door naar beneden toe. En als ik dan hier omhoog ga, dan eindigt die hier. Die zo. Wat ik je net in zeg van volg het zonnetje. En die loopt dan door naar hier toe. De klant was het al opgevallen.
Dus die attendeerde me erop van, joh, kijk even naar de bumper, want ja, dit is niet nodig. Dit is eerlijk gezegd gewoon heel slordig. Goed, aan mij om het te gaan corrigeren. Naarmate je mee deze klus aan de gang gaat, kom je er dus achter dat het dus gewoon spuitnevel is. Wat over een groot gedeelte van de achterbumper zit. Goed, het is bijna weg. En dan is de bumperhoek weer strak. Ook dit heb ik zoiets van niet nodig. Kleine moeite om dat even een kwartiertje of een extra tijd in te stoppen om het gewoon netjes strak weg te werken. Goed, we gaan door. Gepolijst te hebben, heb ik de velgen nog een keer nagelopen met velgenreiniger. En ik ga ze nu even polijsten, want er zit een hele kleine, het is hoogglanszwart. Er zit een beetje waas op en ik kan een heel klein beetje krassen. En dus die ga ik er eerst even uitpolijsten en een beetje wat meer op glans polijsten, zodat die witte waas eraf komt van chemie. Voordat morgen de velgen in de coating kunnen. En ik gebruik hier een heel klein toeltje voor. Zo ga ik de hele velg nog even doen, inclusief de drie anderen. En dan daar ben ik wel weer even zoet mee. En dan kom ik straks nog even bij je terug. Ja. Mooie velg, druk, heel bewerkelijk, maar het is wel een mooie velg. En dit zijn 20 of 21? 21 inch velgen. Lekker groot. Met Michelin Pilot Sport 4's eronder. Of eromheen.
Na het polijsten van de velgen wordt het tijd om de coating aan te gaan brengen. En voordat we de coating aanbrengen is het altijd een zaak van ontvetten. Wordt het tijd voor IGL kwarts. Daar gaan we. We of ik, daar ga ik. Zo, eerste laagje kwarts zit erop, een aantal uurtjes drogen en dan gaat laagje 2 erop. Tijd voor een kopje koffie. Van de eerste laag, ondertussen staat het drogen, kan ik ondertussen even de velgen ontvetten. Voordat ik, als ik straks met de tweede laag bezig geweest ben van de coating op de lak, kan ik daarna de velgen in de coating zetten. En ook hier geldt eerst goed ontvetten zodat je überhaupt aan waxen of coatings of allerlei andere zaken gaat beginnen. Wat een lel van een remklauw. Hij loopt van hier tot hier, bijna de hele velg. Dat is bijna, zeg maar gerust, 20 inch. En ontvetten doen we uiteraard met IGL Precoat. Goed. De eerste gedaan, nog 3 te gaan. Tijd voor ronde 2. Zo, de Panamera staat in laagje 2 van de kwartscoating. Rest mij alleen nog vandaag de velgen in de coating te zetten. En dan morgen de laatste zaakjes afmaken, zoals IGL Premier eroverheen. En nog even uitstofzuigen, ramen binnenkant, buitenkant. Bandjes nog even doen morgen. En dan hebben we het weer gehad met deze Panamera. Goed, voor mij is het ondertussen al een keer lunchtijd. Dus een hapje eten en dan ga ik straks verder. Velgen in de coating. En ik maak altijd gebruik van pluisvrije make-up pads. Lekker flexibel. En altijd vochtafgevend. Ik vind ze ideaal werken. Voor de meest optimale bescherming van je velgen is wielcoating echt aan te bevelen.
soft close. Fantastisch. Je zet de turret tegenaan. Ik geef hem een klein duwtje. Hup. Mooie techniek. En het heeft ook nog eens voordelen dat je materialen in je deur heel houdt door het voorkomen van het hard dichtslaan van deuren. Dat kan je op een gegeven moment op den duur speakers kosten. Elektronica die kapot gaat. Kitnaden die in het meest extreme geval kitnaden die loslaten wegens de harde slagen en klappen. En over het algemeen realiseren mensen zich niet hoe schadelijk het kan zijn om een deur hard dicht te klappen. Het kan ook sloten uit positie brengen. Dus vandaar dat dit een hele mooie oplossing is. Dus het volautomatisch dichttrekken van de deur. Prachtig. Goed, na het aanbrengen van poly of kwarts gaat er altijd nog een laagje IGL EcoCoat Premier over de coating heen. Dus een op waterbasis gebaseerde, zeer hydrofobische sealant die net het laatste stukje boost geeft voor een aantal maanden. Persoonlijk vind ik dit een van de waanzinnigste producten van IGL. Doek even nat maken op de smeren. Even lichtjes aanbrengen. Laten drogen. En dan uitpoetsen. Prachtig product dit. Ook ideaal voor auto's die in de wax staan. Goed, we gaan even de hele auto in de Premier zetten. Spiegels, zijkanten, dak hoeft niet, maar bepaalde stukjes, want de rest is allemaal van glas. Van de IGL Premier en het uitpoetsen ervan over tot bandenverzorging. Vind ik blijft een van de mooiere onderdelen van het poetsen van auto's. Gewoon nette, verzorgde, zwarte banden. Want onder een driedelig pak draag je ook geen afgetrapte sneakers. Oké, sneakers zou kunnen, maar niet afgetrapt. Coating heb gezet. Hebben ze nu kunnen drogen. En na het aanbrengen van de dressing op de banden, bandenverzorging, heb ik de velg ook nog een keertje extra ingespoten met wielprotector. Het project Panamera Turbo S is klaar. Keramische coating aangebracht op de lak. Gepolijst, alle stappen zoals je hebt kunnen zien in het voorgaande van de vlog. Laatste zaakjes even afgemaakt. En de Panamera kan terug naar de eigenaar. Dank voor je belangstelling. En wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao. Oh, en je krijgt nu van mij nog het bekende rondje van de zaak.